Ik sta hier in een druk bezocht verzetsmuseum met mevrouw Marreveld. Er is nu een nieuwe tentoonstelling. Welke tentoonstelling is dat? Liefde in oorlogstijd staat op dit moment in het museum, is te zien. Staat al een tijdje, maar hij is erg mooi en trekt veel belangstelling. Dus we houden hem nog een tijdje aan. Hij is te zien tot 22 mei aanstaande. En hoe is de tentoonstelling opgebouwd? De tentoonstelling laat in een aantal aspecten zien dat er in de oorlog nog steeds liefde was. Dat liefde heel belangrijk was, dat het leven doorging. Dat mensen verliefd werden in de onderduik, in de kampen. Dat de soldaten aan hun trekken wilden komen. De betaalde liefde vergeten we ook niet. Scholieren die verliefd werden. Op allerlei manieren vertellen wij de verhalen. Ook de verboden liefde bijvoorbeeld. Een man die erachter komt dat zijn vader een hoge Duitse officier is geweest, wat mama later niet durfde te vertellen. Laten we zien dat, dat liefde ook toen groot belang was voor de mensen en dat het allemaal doorging. Nou was vooral in Duitsland het belangrijk dat vrouwen kinderen kregen. Dat speelde in Nederland niet, maar wat wij laten zien is eigenlijk het alledaagse leven en de alledaagse vormen van waarin de liefde zich manifesteerde. En daar hebben we een aantal mooie objecten bij. We hebben een trouwjurk gemaakt van parachutestof. We hebben inderdaad fotootjes, een tas met geheime vakjes. We hebben waar de foto's van de Duitse officier in zaten, die de moeder niet wilde laten zien aan het kind later. We hebben een prachtige maquette staan uit een onderduik, liefdesverhaal eigenlijk. De onderduiker werd verliefd op de boerendochter. Daar ontstond niet alleen iets moois, maar ook een kind. En ja, dat kon natuurlijk niet, want die onderduiker bestond officieel niet. Dus dat kind dat was zogenaamd een moffenkind tot de vader en moeder na de oorlog gezamenlijk de boerderij uitkwamen wandelen. En die boerderij hebben ze, daar is een maquette van gemaakt, die is in de tentoonstelling te zien. Zo zijn er heel veel ontroerende en mooie verhalen te zien. Er zijn veel filmfragmenten ook, interviews die gemaakt zijn de afgelopen jaren met mensen over hun ervaringen in die tijd. Veel geluids- en beeldfragmenten. Underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way you used to wait. 'Twas then as you whispered tenderly that you love me, you'd always be my lily of the lamplight, my own lily, my lily. En hoe zat het met homoseksualiteit? Is ook een aspect, ook vertegenwoordigd in de tentoonstelling. In Nederland zijn de homo's niet zo vervolgd als in Duitsland. Maar ja, die waren sowieso natuurlijk al, lag het al problematisch in die jaren. Dus dat is zeker ook vertegenwoordigd. Ja, ook mooie verhalen. Je stipte het al een beetje aan, de bordelen en zo. Ik heb begrepen dat er ook veldbordelen waren. Ja, dat klopt. Ja, dat was redelijk gereguleerd in die tijd. Ja. Soldaten moeten tevreden gehouden worden. Ja. Dus dat was
Dat was gereguleerd, ja. Zoals je nu ook de troostmeisjesverhalen terughoort. Er werden condooms uitgedeeld aan de soldaten. Zo van, ja, als ze maar, de seks moest wel doorgaan, maar wel veilig graag. En niet een sloot kinderen erachteraan. Ik wil u hartstikke bedanken voor dit korte toelichting. Nou, graag gedaan.